heb nog een rapper ontmoet. Manuel heet hij. Yo, cuando te siento llegar, no es por un momento, prefiero callar. Las balas presiento la guerra de Lego, la didos de pero salido de cero junto. Hij is heel erg bezig met het rap over dit onderwerp, over de kinderarbeid. Hij is ook graffiti artist. Heel goeie. En hij had graffiti gemaakt op zo'n pleintje. Van een kindje met twee handen in de lucht. Later heeft hij in één keer, ging hij met een rode verf allemaal spat te maken alsof die slagaders van het kindje open waren. Als bloed. En daarmee wilde hij zeggen van een kind hoort niet te werken. Het probleem wat hier in Ecuador heerst, waardoor kinderen moeten werken, is dat iets wat aan de wereld moet gebracht worden, waardoor we samen met de hele wereld dit soort problemen in elk land kunnen voorkomen. Yo creo que algo y lo mejor que tiene el hip hop es que hermana, hace a la gente hermana, o sea, une gente. O sea, yo puedo ir a Colombia, puedo ir a Holanda y hallar gente que hace hip hop y decirle hola, ¿cómo estás? ¿Cachas? Todo es una gran familia. Entonces, la cosa es hacerlo mundial, ¿no es cierto? Rap around the world, ¿no? Es como países que arman un gran puño en el que podemos juntarnos todos, ¿no? Dat zijn uitlaatklepjes, graffitis, raps. En hij vraagt er aandacht voor. En wie weet, je weet maar nooit. Ik bedoel, je had ook een tijd geleden John Lennon. En weet ik veel wat voor figuren allemaal in de hippietijd tegen de oorlog waren. Daar werd ook naar geluisterd. Dus onderschat het niet, de kracht van muziek en kunst.